Begin augustus streek het Ricciotti-ensemble een weekje neer op de Amerpoort om zich voor te bereiden op hun komende tournees. Wij namen een kijkje bij de laatste publieke repetitie aan de vooravond van hun reis door Nederland. In november gaat het ensemble voor een tour naar Cuba. Zakelijk leider Alexander Buskermolen legt uit waarom voor Cuba gekozen is. Heeft een aantal redenen. Allereerst artistiek gezien, het repertoire, de Cubaanse muziek spreekt behoorlijk tot de verbeelding. Is uitdagend, ritmisch gezien. Het heeft een rijke historie, dus ook op het gebied van klassieke muziek is er heel veel. En de muziek die wij kennen, de muziek van de straat, wat wij salsa noemen, maar wat daar allerlei substijlen heeft. En die wilden we heel graag een keertje met het orkest gaan spelen. Dat is één reden en daar hoort bij dat we heel graag een keer met pianist Ramon Baye wilden spelen. Een Cubaan van oorsprong, die al 20 jaar in Nederland woont. En door met hem samen te gaan spelen, konden we bijna niet anders dan ook naar zijn moederland te gaan. En daar hetzelfde programma van deze zomer voor de Cubanen te gaan spelen. Het orkest bestaat uit jonge muzici. Ja, we hebben als vuistregel dat we niet meer dan 13 à 14 jaar tussen de jongste en de oudste het orkestlid willen hebben. Dat betekent dat als we met 18 erin komen, dat we de grens rond de 30 stellen. En dat gaat dan op het moment van toelating. Dus dan kun je best nog een paar jaar meespelen. Maar daardoor blijft het wel een jonge groep met een gemiddelde leeftijd rond de 24 of 25 jaar. Violiste Leonor is relatief nieuw in het ensemble. Ja, dit is mijn vierde tournee. Ik ben vorig jaar erbij gekomen en heb 3 tournees gedaan. Dit wordt de vierde, ja. Maar wel voor het eerst dus een verre reis? Wel zo'n verre reis. Ja, vorige zomer zijn we naar Schotland geweest. Dat was natuurlijk iets dichterbij, ook heel erg leuk. Maar wel wat anders dan Cuba, ja. Celliste Eva is debutant. Het is jouw eerste jaar bij Ricciotti? Het is mijn eerste tournee zelfs. Het is helemaal de eerste keer voor mij, ja. Ik vind het heel leuk en ook heel zwaar, maar dat hoort erbij. Als je zoveel stukken in één keer wil instuderen, dan kan het niet anders dan dat je echt heel veel tempo moet maken en heel veel energie erin moet stoppen. Maar je merkt ook dat het steeds beter begint te worden en dat geeft dan ook weer heel veel energie. Dus in het begin moet je er echt heel veel in stoppen en dan nu begint het echt te swingen en te leven. Dus dat is heel leuk. Ja. Amerpoort begint een traditie te worden. Hoe zijn jullie bij de Amerpoort terechtgekomen? Dat is te danken aan onze tourneemanager Rosa de Bruin. Zij heeft hier afgelopen een aantal jaar geleden goed contact op gedaan. En dat is wederzijds heel goed bevallen. We zijn enorm blij met de gastvrijheid van de Amerpoort. Het geeft ons enorme vrijheid om hier te kunnen spelen. Een mooi cultureel centrum met de prima akoestiek. We mogen het terrein gebruiken ook om te slapen hier. En het bespaart gewoon enorm veel zoeken en ook geld. Omdat we hier als soort van wederdienst voor de mensen die hier wonen dan weer kunnen spelen. En zo maken we er samen iets heel erg moois van. En hoe heb je de afgelopen week hier ervaren? Ja, heel leuk. Het is altijd heel gezellig, zo'n repetitieperiode. Het is altijd heel leuk hier bij de Amerpoort met alle mensen die hier wonen. Die komen ook luisteren en dat is altijd heel gezellig. En het is altijd heel heftig natuurlijk wel om zoveel te repeteren op een dag. We repeteren ongeveer 9 uur op een dag. Met pauzes ertussen, maar toch wel vrij veel. Dus het is altijd wel zwaar, maar toch altijd wel heel leuk. En het resultaat is altijd weer mooi, dus dat is fijn.
Wat zijn je verwachtingen van Cuba? Verwachting van Cuba, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Eerst maar even deze tournee in Nederland. Maar ik denk, Cuba is wel echt een muziekland natuurlijk. Er is ontzettend veel straatmuziek en dat heb je in Nederland bijna niet. Dus ik hoop dat mensen vinden dat we de muziek een beetje goed uitvoeren. Want we gaan natuurlijk echt in dat Hol van de Leeuw spelen. Dus ik hoop dat mensen gaan dansen. Dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. En dat we veel publiek kunnen bereiken daar. Niet alleen aan het Cubaanse publiek wordt gedacht, maar ook aan Cubaanse muzici. De muzici daar hebben grote moeite om allerlei zaken voor hun instrument te vinden. Dus rieten, snaren, hars, allerlei onderhoudsspulletjes. Het is daar gewoon niet te krijgen door de handelsembargo's van de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus wat we gaan doen, we gaan de komende maanden al dat soort spullen inzamelen. We roepen iedereen op die dit ook ziet en via onze website op dit plan komt. Van, stuur iets op aan ons of geef het als je ons tegenkomt bij de optreden. Zodat wij een dozen vol met spullen mee kunnen nemen in november. En de muzici kunnen verrassen met een hele hoop spullen om hun instrumenten te onderhouden.